Gijzelaars nemen, moorden plegen, ja, terroristische daden. Ja, onschuldige mensen doden. Dat uh, gaat tegen elke wet en regel van de islam in. IS probeert met geweld mensen te bekeren tot de islam. Volgens Reza een verkeerde aanpak. Het is bedoeld voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. Ja. Betekent dat de islam alleen verbreid kan worden door geestelijke middelen? Je moet mensen proberen te overtuigen via het woord. Moet je ze proberen hun verstand en hun hart te overtuigen van islam. Dus daar maakt ISIS een hele grote fout. De stichting Baalt, omdat de acties van de IS heel negatief afstralen op alle moslims. Nou ja, dat vinden we heel erg natuurlijk. Want uh, het is uh, nou ja, deels dan het schuld inderdaad van moslims die het misbruiken. En van de media die dat makkelijk overnemen. Dat uh, houdt zeer zeker het de, 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 ja, juiste beeld van de islam. En de verbreiding van de islam houden tegen. Om te laten zien hoe de islam wel in elkaar steekt, geeft de Stichting Zondag een speciale lezing onder de titel 'de Ware Jihad'.